Nou, mijn hondje is blij dat ik thuis ben gekomen. Ja, en ik had jullie dus mee. Ik heb mijn jurk weten te ruilen. Ik heb andere boodschappen gedaan. Ik moest nog ook weer even naar de Vomer. Dat was bijna vergeten. Voor Roderick heb ik wat gehaald. Diezelfde blauwe kussen die ik ook voor Karin had. Wou Karin nu ook. Ik heb hem zelf ook. Ik begon er zelf mee. Toen wouden we hun ook. En in Den Haag. Een grote stad dan Den Helder. Daar nergens te krijgen. Hier wel. Gewoon bij de Vomer. Een supermarkt. Maar ja, die hebben ze daar ook weer niet. In de ene filiaal krijgt het wel, in de andere filiaal krijgt het niet. En ik ben mooi op tijd thuis voor de bruiloft, voor de trouwerij van prins Harry, weet ik van die zoon van Diana. Dus we gaan het mooi bekijken, boodschappen uitpakken, koffie en een bounty eten. Dus ja, komt allemaal goed. Dat ik zeg... Tot straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en daar was ik weer even. Ik heb ook de soep al zo goed als klaar. Het moet denk ik nog even gaar worden allemaal. De kip die heb ik geplukt, dat zit er allemaal al doorheen. Ja, vermicelli, groente. Dus ja, het wordt gewoon een lekkere, stevige, mag ik hopen, kip groentesoep. Ja, dat heerlijk. Ik heb net de kip aan het pluizen geweest. En de vel lekker aan de dieren gegeven, het zeen aan de dieren gegeven. Dus ja, nou kan het zometeen als het... Kijk, dan begint langzaam aan te koken. Dan zetten we het lager. En ik zet hem lekker op 3, lekker laag. En dan kan ik gewoon de deksel erop doen. Even scheef en dan kan het lekker gaar sudderen. En die heeft lekker gesmuld. En die heeft lekker gesmuld. Het prinsesje zo in de boven die het ook lekker gesmuld. En die rode heeft het buiten gekregen. Nou, dan zal ik dat nog weer even opruimen. Die handenkabool. En dan komt Chrissy vanavond om het voor te proeven. En ze komt mij helpen met mijn andere jurk. Die dezelfde dan die ik van de week aan had. Ik krijg het van achteren niet voor elkaar met dat strikje. Dan zit het te strak. Je hebt echt iemand er even bij nodig om dat strikje erin te leggen. Met gelijk een knoop erop, zodat het niet meer los of vast moet. Gewoon vast blijven zitten. Ik kan hem zo op mijn hoofd heen uitdoen. En dan kan hij zo even goed als die vuil is gewassen worden, et cetera. En dan vind ik niet weer verlegen om hulp. Dat heb je wanneer je alleenig bent, hè. Dan heb je sommige dingen. Ja, je man die is er niet meer en die kan je dan niet helpen om zo'n dingetje daar op je rug vast te maken. En ik krijg het niet voor elkaar. Dus ja, dan moet je toch even hulp inschakelen. Dus die komt vanavond, gaat ze ook lekker soepie krijgen van me. Kijk hoe ze het vindt. En ik heb nog ander eten voor mezelf voor vanavond, dus dat komt ook wel goed. En ja, morgen komt mijn broer en dan gaan we aan de patat en doppetjes met worteltjes met een speklappie. Dat heb ik nog. En de soep is, dat gaat in dat gevaarte. In dat ding. En dan hebben we dinsdag, heb ik mijn zoon met mijn schoonzoon. En dan eten we de soep. Ja, er is nog een broodje erbij. Komt allemaal goed. Dus ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga hier even verder. Ik ben even wat flauw, ik neem even een koekje, een mergpijpje. Dat is ook lekker, even een mergpijpje eten. Ja, en dan hebben we morgen een vruchtencocktail als toetje. Al lekker. Dus ik zou zeggen, we zien elkaar straks wel weer. Doei doei. Nou, kijk nou eens waar mijn hondje leidt. In de stoel in plaats van op de bank. Ja, maar het heeft zijn redenen. En ik laat hem gewoon nog even lekker leggen. Normaal ligt hij er nooit. Nee, het is de trouw van mijn prinsesje. Maar ik heb even op de bank gelegen. Want ik was echt even helemaal kapot. Ik denk, ik moet even liggen, eventjes de ogen sluiten. Ik heb ongeveer een half uurtje gelegen en dan ben ik er weer, weet je. Dus, maar oké. Okay. Ik heb mijn eten klaar, het staat weer voor mijn neus. Ik heb hetzelfde dan gisteren, want dat had ik nog over.
Enkel, ik had gisteren speklapje erbij. Want ik heb er twee van die burgers. En van de eergisteren had ik er ook één. Dus nou weer één. En dan heb ik nog twee speklapjes vanmorgen voor mijn broertje en mezelf. Vanmorgen kwam mijn broertje te gast. Dus, althans broertje, hij is 2 jaar ouder dan dat ik ben. Ja. Dus komt allemaal goed. Dat, ja, en dit ga ik straks allemaal nog even in de vaatwasser dumpen. Daar zit mijn overheerlijke soep in. Maar ja, dat is nog steeds warm. Ja, nog steeds warm. Nou, dat kan straks ook opgeruimd worden. Dat heb ik vanochtend aan de vriezer gepakt, dus dat is wat bevroren. Maar, ja, ik ga eventjes lekker happy eten doen. En dan zal ik gelijk ook er een einde nu aan breien. Want ik wil vanavond op tijd naar bed. Ik wil morgen naar de kerk nog. En daarna kan mijn broer, dus wordt morgen weer een lange dag. Maar in ieder geval dat ik vanavond deze vlog nog probeer in elkaar te zetten en naar Facebook te brengen. Dus ik zeg voor nu, hele fijne avond. Geniet van elkaar, geniet met elkaar, geniet van hetgeen wat je doen gaat. Of je nou alleen bent of samen met iemand. Genieten kan ten alle tijden. Ja, ik heb van de gekste dingen kan ik genieten. Ja, dus... En ik zou zeggen, voor later welterusten, lekker slapen met mooie dromen, gezond weer op. En voor degene die morgen naar de kerk toe gaan, een hele fijne gezegende kerkdienst en een gezegende zondag alvast toegewenst. Natuurlijk kom ik morgenochtend ook weer een toer met een nieuwe vlog. Deze is vlog 202 alweer. Ja, het gaat hard. En ik doe mijn best voor jullie en voor mezelf. Maar vooral voor jullie kijkers probeer ik toch iets leuks neer te zetten. Iets leuks te laten zien. Ik had jullie nou ook mee, dus ik moet mijn GoPro ook leegmaken. Het is weer het eerste ritje met de GoPro. Want ja, anderhalve week mijn booster niet gehad. Dus dat mag ik proberen. Dus ik zeg lieve vrienden, tot later en tot aan de andere kant van de nacht.